Ik onthul naast mijn plakketten hoe het eruit komt te zien. We komen dus niet daar mooi speelpark. We komen daar, naar de Schöne Maasen. Wil ik je eerst graag even mooi nemen op een soort van memory lane. Mooi we achter de beurs aanrijden. Wij gaan in uw neus en dan een ries. En de Schöne hebben we de volgende uur gaan. Links, dat is Tommy Tieven, is er in het dossier en Marianne Hoekstraat. Ik denk dat het hier van hier bij wie vroeger een bad hoeven. Toen weer het wat bos. Wij hebben dus een convenant met die natuurorganisaties. En dat is opstel die 2004 bij de bouw van het paviljoen. En dat houdt mij een beetje vertrouwen dat ik nou misschien nooit overleg. Dat we hier dat rond is om het convenantje om te passen. Appie Olie hier is hier opgeroepen. Hij went in Amsterdam. Ik vroeg van Appie, wanneer in jouw parken maar de speeltuin begon. De oorste dingen die ik vinden kon wie van de rondjochtje in 32. Een advertentie uit het ANWB-beleid de kampioen. Daar ziet hij, daar adverteert die man, mijn telefoonnummer 44, adverteert hij mooi het bos. Daar adverteert hij mooi de kermis die er heeft, maar ik moest in buiten de speeltuin. Olivier heeft foto's, dan zie je wel 100 bussen. Zo draag ik in mijn schuilreis, maar ik vrouwenvereniging, alles kwam je. Alles. Oorde vandaag. Alles kwam je naar Jansen, Jans wie een begrip. Mijn jongste dochter die hier in Gerrit neemt nog steeds het functiepark. Dit hier is voor het eerst van Schuilen nooit appeltier geweest, maar de jongste klassen hier nog steeds naar Gibrandi. Wat ben met die Schuilen heen dat Gibrandi sluit? Met die jongste ben dat ik de appeltier. Niets ten nadeel van appeltier, maar de heren zijn de oorarsjement. Wij gaan in de winter, we deden wat folders uit, we waren hier, want dit is hun laatste folder. Volgend dieren dat er vroeg ik onder een soortgelijke folder. Het dieren wat er oors is het adres. Naam, telefoonnummer. Dankjewel. Naam en telefoonnummer, alles blijft bestaan. Wij hebben er eigenlijk nooit geweest gehad, want meestal vragen dat heel vaak van ja, heel net verschrikkelijk zo'n lawaai. Nou, ik zei dat ook van. Als je net gespallen bent en dan ben je wat ze op is hetzelfde geluid. Je lijkt ze, ze jongen, ze roppen ze wat, maar ze hebben altijd plezier en goed zin. Dus het is gewoon binnen geluid. En ja, dat stoort mij net. Geweldig succes voor de Sibranië, want dat weer enige luchtfiets in heel Nederland. Misschien wel in heel Europa. En weer door hem ontworpen en zijn familie hier het maken. Hier hebben wij wat, hier hebben ze een foldertje gekregen, die kennen natuurlijk wel in het begin van Sibrandis. Daar hebben we de speelbestel Ouhellen en die hebben we hier in een eerste opzet situeren. Bij Hussjoch hier kan je parkeren, zin het hek om, dan show je ook dat ding met die bench zijn het beter kletsen. Nou, dat is een mooi etalage. Dan kun je onrieden, dan zie je een etalage, mooie wilde struiken, wilde planten, wilde bloemen, wat bjemkes en daartussen een mooi hek. Want je bent gewoon hek van die in de zaal erop en eruit. Dan show je de eerste dingen die je nou, ik zorg je er langs rijden of doe je dat parkeren. Nou, ik ben een mooie plan en hij is enthousiast. En ik denk ik dat ik zo het mooi vind dat het vogeltjepark behouden doet voor Gasterland. Ja. En hoe dat dan moet en waar dat dan moet. Nou ja, daar denk je het nou hoor. Ja. Dat weet ik niet nee. Wat het beste is, maar ik denk wel dat het zo mooi is dat ik hier horen kan. De politiek die is ik nog voor mij op dit moment even onduidelijk wat de rol van de gemeente hier is. Ja? Ik heb begrepen dat bestemming op dit perceel, wat juist met zijn plan net, in water is. Dus het bestemmingsplan komt net meer in de Rie. In die zin zou de gemeente dus, ik buiten de gemeente Rie om, de vergunning verlenen kennen. Altijd het college dat ik docht, dat weet ik niet, want het is een gevoelig onderwerp. En dan zou ik me voorstellen kennen dat burgemeester en wethouders is Rie, wat vinden jullie hiervan? Maar ik heb begrepen dat de Rie in eerste instantie niet eens ontzet is, omdat vergunning technisch er geen grote drempels meer is.